Ik heb voor de opleiding Economie en Beleid gekozen, omdat ik heel graag iets met economie wilde studeren, maar waarbij het niet alleen maar ging om een zo groot mogelijke winst te maken. Bij veel economische studies, net zoals in de huidige economie, vind ik namelijk dat er te weinig rekening wordt gehouden met mens en milieu. Bij deze studie in Wageningen wordt er juist wel veel aandacht aan besteed en daarom heb ik ook voor deze opleiding gekozen. Deze aandachtsvelden hier in Wageningen en ook de kleinschaligheid spreekt mij heel erg aan. Toen ik in 6 VWO voor mijn studiekeuze stond, was ik op zoek naar studie met maatschappelijk belang. Onderwerpen zoals voeding, milieu vind ik erg interessant. Daarnaast vond ik economie het allerleukste vak op de middelbare school. Zo ben ik uitgekomen op de studie Economie en Beleid in Wageningen. Wageningen is niet een hele grote stad, maar heeft ontzettend veel studenten. Het studentenleven is erg actief. Ja, het heeft zowel kroegen, leuke studentenhuizen en leuke studentenverenigingen. Hierom zit ik helemaal mijn plek in Wageningen. Economie en Beleid is een economieopleiding met 3 unieke kenmerken. Ten eerste richt de opleiding zich op typische Wageningse onderwerpen als natuur, voedsel, milieu, gebruik van ruimte, ontwikkelingsvraagstukken. En dat zijn onderwerpen waar markten vaak niet goed functioneren en daarom overheden ook dienen in te grijpen. Daarnaast krijg je naast een aantal economische vakken ook een aantal bestuurskundige vakken. En je hebt daardoor een unieke combinatie van economische en bestuurskundige kennis. En tot slot vinden we het belangrijk dat je leert communiceren met mensen met een technische achtergrond. En daarom krijg je in de opleiding ook een aantal natuurwetenschappelijke vakken. Je houdt je bezig met de economische kant van actuele vraagstukken. Zoals is er in 2050 nog wel voldoende voedsel voor iedereen? En op welke manier kan overbevissing worden tegengegaan? In het eerste jaar van de opleiding krijg je een aantal algemene vakken. Denk je bij aan inleidingsstatistiek, sociologie, microeconomie, macroeconomie. Het tweede jaar wordt dan verdiepend. Je krijgt vakken als internationaal milieubeleid, econometrie. En dan ga je echt de diepte in. En in het derde jaar kies je een specialisatie. Bijvoorbeeld ontwikkelingseconomie of milieubeleid. En dat jaar rond je af met een bachelorscriptie. Nou, na afloop van de opleiding Economie en Beleid kun je een aantal Wageningse masteropleidingen doen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook een economieopleiding elders in Nederland doen of in het buitenland. Nou, en als je die hebt afgerond, dan kun je op allerlei plekken terecht. Je komt Wageningse economen overal tegen. Bij de overheid, bijvoorbeeld bij een ambassade of op een ministerie, de Europese Unie. Maar ook in het bedrijfsleven, bij een bank of een multinational. En daarnaast kiezen een aantal mensen voor een carrière als onderzoeker of adviseur. Na mijn opleiding zou ik meer de economische kant op willen gaan en dan bijvoorbeeld werken binnen de bankensector. Het zou me heel erg leuk lijken om te werken bij een maatschappelijk betrokken bank, zoals bijvoorbeeld de ASN Bank, omdat je daar het economische en het duurzame heel mooi met elkaar combineert. En uiteindelijk zou ik echt heel graag willen bijdragen aan de verduurzaming van Nederland door te kijken hoe dit financieel allemaal mogelijk is. Na mijn opleiding wil ik mij gaan inzetten met mijn economische kennis voor een beter milieu.